Oké. Hallo. Welkom bij deze nieuwe video en vandaag ga ik het even met jullie hebben over wat er precies volgende week gaat gebeuren. Doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog op deze video. Laten we gaan voor de 2000 likes. En laten we gelijk beginnen met het onderwerp. Net zoals bijna iedereen in dit land heb ik dus op dit moment vakantie. En in vakanties gebeurt het wel eens dat je op vakantie gaat. Zo. Ik ga dus op vakantie naar een leuk dorpje ergens in Kroatië. En we hebben daar dus een hotel voor ongeveer iets langer dan een week. En ik heb er super veel zin in. Normaal gaan we altijd op vakantie in Spanje. Dus het is echt iets anders. Het is een hele andere cultuur. Het hele land is anders. Ook zei mijn moeder dat de wifi daar minder goed was. Dus het kan ook best wel eens een harde week voor mij gaan worden. In ieder geval, we hebben dus een hotel precies aan de zee. Er zijn ook niet echt stranden in dat land. Het is eigenlijk gewoon dat je gelijk in de zee zit. En daar zijn allemaal rotsen en vette dingen waar je in kan zwemmen. Dus het zijn echt super vette locaties om gewoon te snorkelen en dat soort dingen. Dus ik heb het onderwaterhoesje van deze camera mee en ook van mijn telefoon. Dus ik ga zeker weten voor jullie ook wat onderwater video's filmen. Want ik ga daar ook een vlog opnemen in Kroatië. Ik heb er super veel zin in. Het zal waarschijnlijk een weekvlog gaan worden. In ieder geval, dames en heren, dan vraag ik jullie vast of Ties, wat gaat er gebeuren met de video's die dan online gaan komen als jij op vakantie bent? Nou, dames en heren, normaal gesproken zou ik eigenlijk gewoon zelf video's van tevoren maken en die allemaal inplannen. Alleen net zoals de vorige vakantie dat ik naar Salau ging, heb ik dus mijn vrienden gezegd, ga maar wat uploaden mijn kanaal. Dat zijn dus bijvoorbeeld mensen als Ryan, Gio, Joey, Nathan en Alex. En deze mensen gaan dus de komende 10 dagen, zeg ik het goed? In ieder geval van maandag, morgen dus, tot en met. Niet de woensdag in diezelfde week, maar de woensdag in de week daarna. Oké, sick. Camera viel uit. In ieder geval, tot en met die woensdag, dus 10 dagen lang, komen de video's van die mensen. Het worden waarschijnlijk allemaal speciale video's. In ieder geval, daar ga ik vanuit. En het is, by the way, super warm hier. Maar ik hoop dat jullie dat tof gaan vinden. Dames en heren, dit was de video. Het was eigenlijk een kleine update video. Ik hoop jullie weer allemaal te zien over 11 dagen. Of zoiets. Geen idee. Na mijn vakantie. Ik ga er lekker van genieten. En geniet in de tussentijd lekker van de video's van mijn vrienden. Hey, dames en heren. Doe nog even een duimpje omhoog op deze video. En tot de volgende keer. Doei.